En jij krijgt een FPS boost. En jij krijgt een FPS boost. Iedereen krijgt een FPS boost. Maar hoe dan? Yo, what's up? Dit is TechTime van Marco en leuk dat je kijkt in deze video. Ja, het is dus vandaag gebeurd. AMD heeft FSR uitgebracht. En dit gaat echt wel een hele leuke toevoeging zijn voor de gamers onder ons. Duimpje omhoog wordt gewaardeerd. Smash op die abonneerknop. En laat mij eens even weten welke videokaart jij in je PC hebt zitten op dit moment. Oké, de afgelopen tijd hebben we dus te maken gehad met een gigantisch tekort qua videokaarten. Vrijwel niemand kon meer een beetje een videokaart kopen voor een redelijke prijs. Scheelt dat de prijs gelukkig al de laatste tijd wat aan het zakken zijn. En AMD was achter de schermen gewoon druk bezig met het uitbrengen van de concurrent van Nvidia DLSS. Op Computex 2021 is AMD ook naar buiten gekomen met: jongens, it's ready, we gaan het uitbrengen. En vandaag, 22 juni 2021, is het dan zover. Op dit moment, als je namelijk een geschikte videokaart ervoor hebt, kan jij namelijk gebruik gaan maken van deze techniek. Ja, wat is nou precies FSR? Of beter gezegd, Fidelity Effects Super Resolution. Dit is een techniek van AMD als antwoord op Nvidia DLSS. Maar wat dit eigenlijk doet, is toch even de beeldkwaliteit op zo'n manier upscalen zonder dat jij dat echt merkt en dat je toch alsnog een hoge framerate weet te halen. Zo was het bijvoorbeeld mogelijk om de laatste tijd voornamelijk raytracing games te gaan spelen op jouw Nvidia videokaart. En als de DLSS had aangezet, had je ook nog eens een gratis FPS boost erbij. Maar nu gaat het heel leuk worden. AMD heeft nu dus Fidelity Effects Super Resolution uitgebracht. En deze techniek is in tegenstelling tot Nvidia DLSS open source. Dit houdt dus in dat iedereen die het maar wilt gebruik kan maken van deze techniek. En het maakt ook vrijwel niet uit welke videokaart je hebt. Sterker nog, we gaan zelfs way back. Want AMD heeft ook nog eens aangegeven dat dit gaat werken op de AMD Radeon RX 400 serie. En vanaf de Nvidia GeForce GTX 1000 serie. Dus heb nou bijvoorbeeld nog een 1050 Ti bijvoorbeeld en je wilt alsnog gebruik maken van DLSS-achtige technieken, dat is nu dus mogelijk om alsnog een gratis performance boost te gaan krijgen. Maar wat is nou hiermee precies het verschil? Nou, DLSS is dus gebaseerd op AI. Gooi ik gelijk maar even hier neer. Daarom dat ze ook van die speciale cores op die videokaarten zitten, die daar heel goed mee zijn met het berekenen daarvan. Maar AMD heeft deze cores nou weer niet. Dus ze kunnen geen aanspraak doen op AI. Dus hebben ze iets anders voor bedacht. FSR is namelijk gebaseerd op wat de ontwikkelaars zelf in hun game stoppen. Misschien doen ze iets heel anders qua settings of voeren ze wat speciale code erbij. Maar de ontwikkelaars zijn dus hier verantwoordelijk voor het uitbrengen van deze verbeteringen. Als je dit gaat gebruiken, heb je de keuze uit vier verschillende presets. Je hebt Ultra Quality, je hebt Quality, je hebt Balanced en je hebt ook nog eens Performance. Nou, het verschil is hiermee, stel als een game rendert op 4K resolutie en je zet FSR uit, dan staat die standaard al op 4K resolutie. Maar hoe verder je gaat met die trap, hoe minder pixels er eigenlijk berekend hoeft te worden. En uiteindelijk is het zelfs zo dat onder performance wordt de game niet gerenderd op 4K resolutie, maar wordt die gerenderd op Full HD en door middel van FSR geupscaled naar een 4K resolutie. En dit ga je dan ook zeker merken in je prestaties. Je games zijn een stukje sneller. Men heeft eigenlijk ook de boel een beetje naast elkaar gezet en zegt van: ja, weet je, DLSS heeft qua beeldkwaliteit toch wel wat beters. Wil ik op zich wel gaan geloven, maar ik zit wel met mijn achterhoofd. FSR is wat jonger dan DLSS. En FSR is compleet breed inzetbaar door iedereen die een beetje weet hoe je moet coderen. DLSS is dat niet. En maak je dus gebruik van DLSS op een GeForce RTX videokaart, en dat ziet er gewoon veel beter eruit. Maar maak je nou gebruik van FSR, dan gebruik je dus een techniek die ook geschikt is voor de oudere videokaarten en zelfs ook voor de huidige generatie consoles. Want de huidige generatie gaat ook gebruik maken van deze techniek. Wanneer dat precies uitkomt, dat is nog niet zeker, maar het zit er wel aan te komen. Wel is het zo dat de hoeveelheid games op dit moment nog niet heel groot is, want de ontwikkelaars moeten die optie nog wel gaan toevoegen. Op dit moment een stuk of 7 games die het op dit moment ondersteunen. Maar later dit jaar moeten veel meer titels erbij gaan komen, waaronder dus bijvoorbeeld Dota 2, Far Cry 6 en Resident Evil Village. Die staan allemaal nog op het lijstje die dit gaan ondersteunen. En ik ben dan heel benieuwd hoe dat in de praktijk zal uitpakken. Nou, onder de streep is DLSS nog wel degene die nog wel het beste beeldkwaliteit geeft. Maar het is wel gelimiteerd tot de Nvidia RTX chips. Maar FSR is zelfs zo breed inzetbaar dat het niet alleen dus op consoles gaat werken. En niet alleen op de chips van AMD.
ook zelfs op de chips van de concurrent, waaronder die dus van Nvidia, ook die van Intel. Maar ja, ga je dit gebruiken zodra jouw game dit ondersteunt of heb je zoiets van boeien, Nvidia is gewoon beter? Laat me gewoon even weten in de reactie beneden en vertel mij ook even welke videokaart jij zelf hebt. Ik ben oprecht heel benieuwd hoe dit gaat werken. En zodra ik wat meer beeld hierover heb, dan laat ik het je natuurlijk ook zien. Bedankt voor het liken, het abonneren en zeker ook als dat belletje aanzet. En doe ook lekker mee met onze giveaway, want Cooler Master heeft nog een kleine toevoeging gedaan. Zie je allemaal op de pagina. Ik zou het heel tof vinden als je eraan meedoet. Bedankt voor alle support. En zoals altijd zeg ik weer, tot ziens!